eerste gesprek dat we gaan voeren is met Marco. Die ondertussen al met zijn dopkrant in de hand klaar staat. Je hebt de dopkrant al meegenomen. Jazeker. Dop staat voor? Het dorpsomgevingsprogramma. En in dit soort kleine kernen, zoals hier in Middelaar, hè, want daar hebben we het vaak bij dops over, ja. zijn die dops van belang. Dop Middelaar was een pilot. Dat was een van de pilots die door de provincie Limburg is ingesteld. In het kader van de uitvoering van de reconstructie. Hebben ze gezegd van nou, we willen in een aantal van die gebieden willen we gaan kijken of dat een goed instrument is, of dat bruikbaar is. Om zeg maar, concrete ideeën om de leefbaarheid in zo'n kleine kern te vergroten. Om die met elkaar te verzinnen. En uit hoeveel mensen bestaat zo'n club die zich daarmee bezighoudt? Het initiatief is gekomen vanuit de gebiedscommissie. De gebiedscommissie is door de provincie ingesteld voor de uitvoering van het reconstructieplan. Daarin zitten zeg maar, de bestuurders van gemeente, waterschap, natuurmilieu, agrariërs, recreatie en toerisme. En met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de reconstructie. We hebben gekeken van, nou oké, in dit gebied mag één zo'n pilot plaatsvinden. Wat zou een goede plek daarvoor zijn? En uit het verleden lag al een beeld van, nou hier in Middelaar, met name ook Katerbos, daar de kleine oude gehucht. Zou een goede plek zijn, want omdat er sprake is van problemen die bij elkaar komen, gestapelde problematiek, zeggen ze dan in het reconstructieplan. Ja. Dus het gaat zowel om stank als om water, als om leefbaarheid, als om school, het gemeenschapshuis waar we hier staan. En dit zou wat ons betreft een hele mooie plek zijn. Nou, de gemeente reageerde ook heel enthousiast op en dus zijn we zo hier aan de slag gegaan. Hoe lag dat DOP-plan er? Wat zijn jullie daarmee gaan doen? We hebben, ik denk belangrijk om te vertellen, hè, dat DOP is opgesteld samen met de bewoners. Een aantal avonden hier in het gemeenschapshuis gehad. Mm-hmm. Waarbij we hebben gevraagd van, nou, hoe kijken jullie tegen het nu aan, het hier en nu aan? Wat zijn de problemen? En ook gevraagd van, nou, hoe wil je dat gaan oplossen? Hebben jullie concrete ideeën om dat vorm te geven? Daar zijn een aantal ideeën uit voortgekomen. Die zijn in het krantje opgenomen. Hier op de middenpagina staan, even kijken hoor, dat is hartstikke nieuw. Hier op de middenpagina staan de belangrijkste thema's. Dus nou, wonen, hè, met een groot uitroepteken. Mm-hmm. Behoud van het landelijk karakter. Dit heeft ook iets te maken met perspectief voor de agrariërs die hier nog zitten. Het heeft iets met identiteit van het dorp te maken. Mm-hmm. Hart van Middelaar, deze plek waar we nu staan. Hier zou je misschien iets van multifunctioneel centrum kunnen maken. En recreatie en toerisme. Ja, zo dichtbij de Mokerplas gelegen is natuurlijk meteen een thema. Ben je als bewoonster bekend met het begrip DOP? Ja. Ja, naar aanleiding van de inwonersavonden die in november en december zijn gehouden, in gang gezet dus door het gebiedsbureau, is daarna een werkgroep opgericht, dus om echt uitvoering te gaan geven via concrete projecten aan dat dorp. Wat was jullie grootste probleem hier op het dorp? Het probleem was eigenlijk dat wij niet echt, we praten wel over problemen die er eventueel waren, weet je wel, over de teruggang van de boerenbedrijven hier en dergelijke, de groei van het toerisme, wat dat voor het dorp betekende. Maar dat was gewoon gesprekken aan de tafel, weet je wel, met een kop koffie. Ja. Maar het was niet gestructureerd. En het grote voordeel dus van het dorp is eigenlijk dat er een samenhang is ontstaan in het dorp. Dus dat de bewoners min of meer wakker zijn geschud van, hé, er is echt iets aan de hand. De problemen zijn concreet te benoemen. En we moeten daar ook op een actieve manier mee omgaan. We hebben geprobeerd om mensen ook nog meer dan ze al waren betrokken te laten worden bij de toekomst van deze gemeente. Mm-hmm. Dus we merken nu in het gebiedsbureau, dat is zeg maar het ambtelijk voorportaal van de gebiedscommissie, en merken we dat mensen ons opbellen en die hebben van, ja, ik ben aan het nadenken geslagen en ik heb een concreet plan voor de toekomst van Middelaar om de leefbaarheid te verbeteren. En die mensen kunnen dan uiteindelijk weer terecht bij? Ja, als we samen een project kunnen uitwerken, waarbij wij dan ook beschikbaar zijn om daarin te ondersteunen. En er komt iets concreets uit, dan kunnen ze dat aandienen bij de reconstructie. En dat loopt dan via jaarplannen. Kun je bij de gebiedscommissie ook proberen of daar eventueel geld voor, subsidie voor beschikbaar is. Middelaar heeft altijd geprobeerd om eigen boontjes te doppen, om zichzelf staande te houden. Het is over het algemeen goed gelukt. Alleen nu merken mensen dat het een beetje een glijdende schaal is. Het lukt niet meer zo goed. We moeten gewoon de schouders eronder zetten om wat wij zo belangrijk vinden, om dat hoog te houden, om te laten bestaan. En voor jou als bewoner merk je dat DOP daar een instrument voor is? En DOP heeft ons in feite samengebracht, heeft een platform gegeven waarop we dus met z'n allen in gesprek zijn geraakt. En ook dat het enthousiasme is ontwaakt, zeg maar, om naar partijen toe te stappen, om naar de gemeente toe te stappen, om Rijkswaterstaat te benaderen, om te vragen
is er toch hier een beetje ruimte dat we toch kunnen bouwen. En we zijn allemaal allerlei informatie opvragen via provincie en dergelijke, alle instellingen. En dat, die band, dat maakt het weer bijzonder. Ja.